Goedemorgen, het is vrijdag 28 oktober. Ja, ik heb de datum goed in één keer. Vandaag is de dag van de meeting in Utrecht. Ik ben een keer in mijn woonkamer. Zien jullie dat ook eens een keer? Het is nog best vroeg. Het is, ik zal eens even, dan hangt er gewoon een klokje op. 7:45 ongeveer. Het is ongeveer 7:45. 8:50 heb ik de trein naar Arnhem. Vanaf Arnhem ga ik door naar Utrecht. Het is de dag van de meeting. Ik ben benieuwd wie er allemaal gaat komen. Er zullen sowieso 2 zijn. Gisteren in de BSM party. Grote kans dat er ook nog een 3 is. Die zei van ja, ik ben er waarschijnlijk ook wel. Of die dat ook doet. I don't know. We zullen zien. Iedereen is voor zich. Maar ja, ik kijk nog steeds echt. Het is wel in dat scherm. Klok is nog steeds niet mijn ding. En ik ben moe. Ik ben echt moe. Kijk, vakantie ga ik nog vroeg opstaan. Het is niet mijn ding. En in ieder geval, vandaag dus de dag. Kijk of ik kan vloggen een beetje. Na Utrecht gaan we nog naar Amsterdam. Voor de Age Get Together. De 3e Get Together die ze doen. Maar het is de eerste waar ik bij ben. Vorig helaas niet bij kunnen zijn. Ik weet nog niet zeker of ik erheen ga nu, maar ik wil er wel heen. Dus kijken hoe dat eraan toe gaat. Alleen, het is voor mij zo ver reizen. Van Utrecht ga ik dan naar Amsterdam. En dan van Amsterdam weer s'avonds laat helemaal terug naar Winterzijk. Maar ja, whatever. Eerst Utrecht, chillen. Eens kijken wie er allemaal komen. Daar ben ik echt benieuwd naar of er een opkomst is of niet. Maar ja, dat gaan we dan vanzelf wel zien. Dus ja, let's go. Station Winterswijk. Dat is eigenlijk lekker anderhalf uur treinreizen. Zin in mijn eentje. Helemaal geen pak aan eigenlijk. Maar ja, moet dat chill in Utrecht, hoop ik. Even wachten op de trein hier. Dan gaan we door. Oh, moet ik hem goed vasthouden. Jullie zijn niet gekomen. Teleurstellend. Precies dat. Eigenlijk alleen met deze 2. Pak jullie. Deze. En hem. Hoi. Ja, en hem. Door Utrecht te strompelen. We hebben een half uur gewacht. Ik ben laat begonnen met vloggen, want we deden niet veel. We gingen FIFA spelen. En deze wou schreeuwt dat zo mooi in de winkel. Die man zat veel te vreten bij de Mac. Oh, je hebt het over vrede. Je zat 11:00 ochtends aan een Whopperburger, vriend. Oh, heerlijk. Vergeet niet de 2 cheeseburgers. Je moet echt het ding fatsoenlijk vasthouden. Zo, nee, ook niet. Dat is... Nou, het ziet er echt goed uit, hoor. Ja, het beeld is best oké. Ja, topvlogger. Ik bedoel, ja, ik heb niks aan. Nee, klopt. Het spinzien is nog niet zo eng. Het wordt zo'n probleem als wij opeens langs rennen. Dat kan nog een stukje sneller daar. Maar in ieder geval, het is wel gezellig. Shoutout naar Netgame. Ja, hij is overgehaald om Battlefield 1 te halen. Hoi. Ik heb hem nog niet eens. Ik zat wel te twijfelen. Kut, jongen. Ik zat wel te twijfelen, maar dan voor Fallout. Boe! Heb je Fallout voor 20 euro die is gehaald? Nee, maar dat is een goede deal. Ja, als misschien ga ik het nog doen. I don't know. Maybe. Ik ga zo meteen weer naar Mediamarkt. Alweer. 4e keer vandaag. Nee, jammer dat er niemand is. Klote Jan, jij zou komen trouwens. Ja, fuck jou Jan. Oh, Jan. Ja, maar hij was wel een goede gozer online gisteren. Geen haat.
We gaan een beetje kijken wat we nog gaan doen. Wacht op de bus. Ja, we hebben een pokken eind gelopen. We gaan echt geen 3 kilometer lopen terug naar het centrale station. Nee, ja, dus wij pakken de bus terug naar echt het centrum en dan zien we wel weer verder. Ciao. Gedeelte Utrecht is over, het was gezellig. Ook al waren jullie er niet, maar dat was slecht gepland. Ook. Nee, zomervakantie, misschien nog een keer zoiets proberen. Hopen dat het dan beter gaat. En dat er meer komen. Jan, fuck jou. Niet veel gevlogd hier in Utrecht. Maar ja, was wel de bedoeling. Maar we hebben ook niet veel bijzonders gedaan of zo. Ik ga nu door naar Amsterdam. Die andere vakken gaan naar huis. Age Network, Age Get Together. Die andere twee pakkers gaan naar huis inderdaad. Ja, we zullen zien hoe het in Amsterdam verder loopt. Maar het was wel gezellig, hoor. Je gaat zo dus, zien in de video, ja, heeft hij geen volume. Ja, of nee, dat zou kloten zijn. Maar ja. Gewoon nul audio. Ik ga weer doorvloggen in Amsterdam. Ciao. Home sweet home. Ik ben thuis aangekomen en het is hier een beetje donker. In Amsterdam. Wacht, ik zal eerst even het licht aan doen. Moment, want dat ben ik helemaal niet meer te zoeken. Kijk, daar wat meer licht. In Amsterdam niet echt kunnen vloggen. Beetje teleurstellend. Was wel de bedoeling. Maar simpelweg gewoon geen tijd voor gehad. Ik zoek even nog meer licht. Als het goed is. Kijk. Aan, dan gaat de camera uit de focus. En we zijn weer terug. Zo. Ik ga even hier staan. Niet veel kunnen vloggen in Amsterdam. Zoals ik nou een paar keer heb gezegd. Dat had meerdere redenen. Toen ik daar aankwam, was ik meer aan het zoeken waar ik heen moest. Want dat is ook veranderd sinds de laatste keer dat ik daar was. En dat is lang geleden. Ik had zelfs de eerste bus gemist. En toen uiteindelijk, toen ik er was bij Age. Eigenlijk was de eerste bus missen niet zo slecht. Want de tweede, waar ik dus in zat, daar zaten er meerdere YouTubers in van het netwerk. Dus ik wist direct waar ik heen moest. Met een groepje er naartoe gelopen. Super aardige gasten allemaal. Super aardige mensen ontmoet daar. Het was gezellig bij Age. Maar niet kunnen vloggen daar, want we kregen eerst een presentatie van twee mensen van het netwerk zelf, van wat ze precies doen. Et cetera, et cetera. Groot netwerk eigenlijk, Age. Ook echt kanalen in het buitenland gepartnerd, Brazilië, Frankrijk, Spanje heb ik doorgekregen. Dat ze allemaal kanalen hebben zitten die ook gepartnerd zijn. En wat ze dan niet allemaal doen en waarom de eisen wat hoger zijn geworden om daar gepartnerd te worden. Maar ja, ik heb nooit echt de klagen gehad over het netwerk en support, is altijd chill gehad. Dus mocht je op zoek zijn naar het netwerk, raad ik Age zeker aan. Maar door die presentatie, dat is niet echt, dan kan je weer katten wel een stukje kunnen filmen van wat er gebeurt daar. Maar dat is niet allemaal even leuk, denk ik, voor een vlog. In Utrecht had ik eigenlijk wat meer moeten vloggen, daar waren wel de opties. Maar ik moet gewoon nog wennen, het hele vlog gebeuren. Ik ben uit mezelf geen vlogger. Camera trippen hem niet zo. Alsjeblieft, ik zie het wazig worden. Maar goed, ik ben even mijn verhaal kwijt. Het is laat, ik ben moe. Wat we verder kregen daar bij Age, om even daar het verhaal van door te zetten, ik vind het zo van hand. Volgens mij, dat viel mij wel staan. Volgens mij niet, volgens mij kan dit wel. Wacht even hoor. Ja, dit kan wel. Top. In ieder geval, ik raak weer mijn vrouw weer lekker bezig. Was dus een presentatie, uiteindelijk een workshop. Er werden alle mensen, alle kanalen, alle content creators, om het zo te noemen, dat is volgens mij het juiste woord. Werden in groepjes gesplitst voor een workshop. Was ook super leuk, was gezellig allemaal. Wat wij deden, kijk, we kregen opdrachten, wij moesten een grote collaboration, oftewel een samenwerkingsproject gaan verzinnen. Niet dat dat echt wordt uitgevoerd of zo. Het was gewoon voor de fun en dan moesten we presenteren allemaal. Uiteindelijk, degene die het beste ding had verzonnen, die kreeg een prijs. Ik heb niet gezien wat het was, want daarna moest ik echt haasten om thuis te komen. Voor de trein en de bus, anders zou ik nu niet eens thuis kunnen zijn. En na dat gebeuren begon eigenlijk het feest. En dat is een beetje balen dat ik daar niet bij kunnen zijn omdat ik zo ver weg woon. Dat is echt klote. Want daar had ik juist denk ik wel kunnen vloggen. Maar goed, al met al een super chille dag. De twee kijkers waarmee ik al een tijdje game. Mitchell, Camille, chille gasten. Zeker gezellig gehad in Utrecht. Daar had ik meer moeten vloggen.
Wat ik in het begin zei, dat ik teleurgesteld was dat niemand kwam opdagen. Neem dat niet serieus. Tuurlijk, een beetje jammer. Maar het was ook allemaal slecht gepland eigenlijk. Het was heel slecht gepland. Het kwam uit het niets dat we dit deden. En ik had de video misschien wat eerder moeten maken dat we daarheen gingen. Maar ja, niet iedereen heeft vakantie. Dat werd al gezegd in de reacties. Misschien blijkbaar niemand. Misschien alleen hun en ik. Nou, eentje die had werk, maar die was gewoon vrij en dan had wel vakantie trouwens. Maar dat doet er niet toe. Details die er... Die doen er gewoon niet toe. Ik wil het nog een keer gaan doen. Zoiets organiseren. Zo'n meetup. Maar dan wel beter gepland. In de zomervakantie of zo. Dat iedereen vrij heeft of wat dan ook. Of een weekendje. Het zal nog wel even duren, want winter komt eraan. En als we dan buiten gaan chillen in de kou, is het niet even prettig, denk ik. Dus dat wordt het niet de komende tijd. Maar zodra het weer beter weer wordt en wat warmer. Wie weet komt er wel iets in de winter, I don't know. Wie weet wat het gaat brengen. Ik heb tot nu in ieder geval helemaal niks gepland staan, want dit is net geweest. Ja, maar in ieder geval volgende keer een betere dag, zodat er hopelijk meer kunnen komen. Als daar dus interesse voor is. Om een dagje gewoon te chillen met een groep. Ik wacht heus niet dat er duizenden kijkers om me afkomen. Natuurlijk niet. Zo dom ben ik ook niet. Verder heb ik nog iets te zeggen. Ja. Fallout 4 gekocht nog vandaag. Zo, ik die eens even laten zien. Waarom ook niet. Ik heb nog iets binnengesleept. Daar is die Fallout 4. €16,98 of het was €17. Ik denk voor die prijs. Waarom ook niet. Schijnt zo'n goede game te zijn. Skyrim, die ligt ook boven om me te wachten als het goed is. Die had ik besteld en is bezorgd. Dus ik kan daar de komende tijd mee vooruit. Worden dat series? Nee. Worden geen series, hebben meerdere redenen. Ik weet dat het toch niet wordt bekeken. Of niet goed bekeken als bijvoorbeeld als FIFA. Ik wil gewoon ook wat zelf kunnen spelen buiten opnames om. En 3, ik heb genoeg series lopen. We hebben FIFA Ajax, FIFA Newcastle, WWE en NBA. Ook had ik daar nog niet heel veel mee nu, omdat NBA video's kosten zoveel tijd. En met mijn studie red ik dat gewoon niet. En dan kies ik eerder voor FIFA video's om te maken, omdat die beter worden bekeken. That's it. Ik heb gewoon een FIFA kijkersgroep. Wil ik wel aan werken om meerdere groepen kijkers zeg maar te winnen, meerdere soort kijkers, dat ik meer kan doen. Ik wil sowieso uiteindelijk meer doen dan alleen gamen. Gamen is leuk, maar het is, I don't know. Ik weet niet, ik zou gewoon meer willen doen. Vloggen bevalt me tot nu toe wel, ook al doe ik het nog niet, want ik moet gewoon echt gaan wennen. Maar het heeft wel wat, met zo'n cameraatje rondlopen. Maar ik heb verder geen interessant leven. Ik ga naar school, hele dagen zit ik daar met mijn studie. Dat is ook niet echt iets... mensen willen zien en wat gewoon niet echt leuk is van filmen. Schoolleventje, iedereen kent het wel. Dus, maar wie weet als ik wat meer dingen ga doen, of wat uitjes heb. Ik doe wel dingen genoeg in mijn eigen tijd, maar met wat uitjes. Zo heb ik al gehoord van vrienden dat we een keer met z'n allen willen karten. Misschien dat ik zoiets kan vloggen, zo'n dagje. Een dagje met vrienden, dat soort dingen. Maar ja, voor de rest was dat het wel voor vandaag. Video deze is totaal niet zoals ik gepland had. Zoals ik zei, ik had echt een vlogdagje verwacht in Utrecht en in Amsterdam. Maar ja, toen het feest begon eigenlijk bij AIDS, want er werd nog een soort borrel gehouden, zo'n afsluitborrel van de avond. Toen moest ik dus gaan, anders kwam ik niet meer thuis en dat was een beetje balen. Dus daar baal ik wel van. Super chille mensen daar nogal. Het groepje waar ik mee werk, ik herinner me de namen nu al niet meer. Super slecht. Van mij dan bedoel ik, maar dat groepje, mocht jullie het toevallig zien, was gezellig. En wie weet spreek ik jullie nog wel. En dan, weet je, video is een beetje waardeloos geworden misschien, maar ik had een vlog video ding beloofd, dus bij deze is dat er nog wel opgekomen. Waarom loop ik? Ik kan dus gewoon nog even blijven staan. Sommigen kunnen het misschien waarderen, dit, en ik me toch nog even weer laten zien. De persoon die achter al die FIFA video's schuilt, sommigen weten dat nog steeds niet, ook kan ik me wel vaker laten zien en sta ik gewoon op de banner. Ik krijg me wel eens genoeg vragen van nee, facecam, dat soort dingen, laat je zelf zien. Dus bij deze, en sommigen, ik weet dat die ook denken van rot op met je rotkop, maar ja, dat doet me niet veel. Zulke haatreacties doen me echt niks. Vroeger zouden we dat doen, maar bij deze,
10.000 subs heb ik bereikt, wat over mezelf. Ik heb geen goede geschiedenis gehad met pesters vroeger. Ik ben behoorlijk de sjaak geweest, toen kon ik er niet goed tegen. En nu, naarmate, weet je, van die levensles die je dan leert, mensen willen je dan naar beneden halen om zichzelf beter te voelen. Of ze voelen zich beter dan jou, zonder dat ze je daadwerkelijk kennen van die reacties die meteen zoiets zeggen. Dus laat je daar nooit kisten. Laat dat je niet neerhalen, mocht je er ook mee te maken hebben. Oké, ik ben moe, het was een lange dag. Ik stond om 7 uur op. Ik fietste rond 8:50 weg. Ik pak even mijn telefoon erbij hoor. Fietste ik weg, want ik woon fucking ver overal vandaan. 8:50 zat ik in de trein. En het is nu 1 uur, dus het was een aardige lange dag. Dus ja, ik ben best moe. Dus dadelijk lekker slapen. Dat ga ik zeker doen. En ook nog eens wat andere dingen die ik moet doen. Die ik moet regelen. En de camera tript hem weer. Dat betekent dat het tijd is om deze vlog af te sluiten. Ook al was het niet echt een vlog, weet je. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En volgende keer nogmaals ga ik dingen beter plannen. Mochten mensen erbij willen zijn. De volgende keer met zoiets. Moet ik dat echt beter plannen. Lijkt me tof om kijkers te ontmoeten. Dus dat gaan we een keer doen. Mochten jullie dat ook willen, laat dat achter in de reacties. Laat een like achter als je het leuk vond. Of gewoon voor de support. Mag allemaal. Hoeft niet. Het is geen verplichting. Ik zou zeggen, als je dat toch like, deed het ook even. Dat kan mijn kanaal enorm helpen. Maar ook dat is geen plicht. Doe wat je wil. Ik ga er vandoor. Ik bedank jullie voor het kijken. Tot volgende keer. Laters.